Bovenooglidcorrectie is een van de meest voorkomende behandelingen die wij verrichten. We zien mensen die naarmate ze ouder worden last krijgen van hangende oogleden. Dit geeft een zwaar vermoeid gevoel en zichtbelemmering. Een bovenooglidcorrectie kan dan de oplossing zijn. Voor een ooglidcorrectie is het niet nodig om onder narcose te gaan. Het is een ingreep die we dus uitvoeren onder lokale verdoving. Dat houdt in dat u kleine prikjes krijgt bij de oogleden. En als alles goed verdoofd is, dan is dit ook een behandeling die heel goed te doen is onder lokale verdoving. De ingreep van een bovenooglidcorrectie, dat duurt een half uur. Maar het herstel, daar moet je wel echt even wat langer de tijd voor nemen. Ik adviseer patiënten om minimaal 1 week vrij te nemen, zolang de pleisters en de hechtingen er nog op zitten. En in de tweede week zul je zien dat er nog steeds wel veel zwelling zit en eventueel wat restanten van de blauwe plekken. Het eindresultaat, dat zul je pas na 6 tot 8 weken zien.